Toen heb ik me aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Die lichtte dan wel de Belastingdienst voor me in, zeiden ze. Ik heb dus nu een administratie die ik moet bijhouden omdat ik aangifte moet doen. Ik kreeg een KVK-nummer. En die heb ik meteen maar op mijn rekeningen en op mijn site gezet. Ziet er vet uit, toch? Met de zaken ging het ook eigenlijk supergoed. Buurman van den Berg die zit in een ondernemersclub. En ik ben nu opeens apps aan het maken voor al die ondernemers. Het begon met een klein appje. Het zijn nu echt grote klussen. En mijn PC die trekt er niet meer. En ik heb betere software nodig. Want Android is goed. Maar ik wil natuurlijk ook apps voor de iPhone kunnen maken. En daarvoor heb je een Apple nodig. En die krengen, die kost geld. Veel geld. En zoveel heb ik nog niet verdiend. Jaap heeft nog geen kapitaal. Maar er is nu toch wel echt sprake van een startende onderneming. Zijn werkzaamheden zijn van voldoende omvang en hij heeft meerdere opdrachtgevers. Zijn onderneming wordt in naam en voor rekening van hem gedreven. Een gevolg is dat hij daardoor ook persoonlijk aansprakelijk is voor de ondernemingsschulden. Fiscaal gezien moet Jaap als zelfstandige, als ondernemer, zijn bedrijfsresultaat aangeven als winst uit onderneming. In deze categorie stimuleert de Belastingdienst het ondernemen door aftrekposten als zelfstandigenaftrek en startersaftrek.